In het Nationaal Crisisteam hebben verschillende ministers zitting. Het is de bedoeling dat er per ministerie en per district een werkgroep zal worden ingesteld. Tussen het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, NCCR, en de directeur van Financiën zullen er directe lijnen bestaan. Het betekent dat er direct gelden beschikbaar gesteld zullen worden, dit op basis van de begroting en naar behoefte van het NCCR. Verder zullen er in diverse districten hubs worden ingesteld ten behoeve van onderwijs en gezondheidszorg. In het kader van de hulpverlening zal er ook een mobiel veldhospitaal opgezet worden. Daarna zal de mogelijkheid bekeken worden voor inzet van helikopters. In het geheel zal de algehele veiligheidssituatie van de gemeenschappen ook aandacht krijgen. Tevens zal er een woordvoerder worden aangewezen bij het clusterteam van ministers, te weten de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport. Namens het NCCR zal coördinator Jerry Slijngaard als woordvoerder optreden.